ga het vandaag dus hebben over wetenschap, complotdenken en kritisch denken. En ik wil graag beginnen met twee stellingen van Socrates, die ook leek te realiseren dat aan de basis van kennis onzekerheid staat en dat daarom intellectuele bescheidenheid gepast is. Zo heeft hij bijvoorbeeld gezegd, the only true wisdom is in knowing that you know nothing. En hij heeft ook vaak gezegd, all I know is that I know nothing. En deze vind ik ook heel aardig. It is better to change an opinion than to persist in a wrong one. Dus het is eigenlijk een kracht en niet een zwakte om van mening te veranderen. Namelijk omdat je iets nieuws geleerd hebt. Omdat je geleerd hebt dat je het bij het foute eind zat. En dat is de kern van intellectuele bescheidenheid. Het besef dat je ideeën over de wereld fout kunnen zijn. En dat je eerste indruk misschien wel niet klopt. En in deze presentatie wil ik graag ingaan op ten eerste de vraag, wat is nou eigenlijk de waarde van wetenschap? Wat hebben we nou eigenlijk aan wetenschap? En daarna wil ik ook het een en ander vertellen over complottheorieën. En als rode draad daardoorheen zal ik ingaan op de rol van kritisch denken en intellectuele bescheidenheid in de wetenschap en ook in complottheorieën. Om te beginnen, de waarde van wetenschap. Als wetenschapper kom je onvermijdelijk af en toe mensen tegen die de vraag stellen, wetenschap, dat is toch ook maar gewoon een mening, of niet soms? En eerlijk gezegd vind ik dat een vraag die best een antwoord verdient. En ik moet dan altijd denken aan een presentatie van de bekende evolutiebioloog Richard Dawkins, die diezelfde vraag kreeg van, wat is nou het verschil tussen wetenschap en een mening? En ik ga hem even citeren. En dat is, if you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. En waarom je dan bitches aan toe moet voegen, dat weet ik dan weer niet helemaal. Maar hij heeft natuurlijk helemaal gelijk. Zonder wetenschap, vergeet het maar. Vaccins, medische vooruitgang, vergeet ook satellieten in de lucht maar. Vincent heeft het net gehad over de TomTom. Die hadden we ook niet gehad, enzovoort. Zonder sociale, we hebben nu een klimaatprobleem. Daar heb je ook de sociale wetenschappen bij nodig om mensen te overtuigen dat ze hun gedrag moeten veranderen. Want hoe ziet de wereld er eigenlijk uit in een als de wetenschap niet zo ver gevorderd was? Nou, hoe zag de wereld eruit zonder een vergevorderde wetenschap? En daarvoor neem ik u graag even mee naar het museum. Dit is een schilderij uit 1652, zoals je er heel veel ziet in Nederlandse musea. Ik geloof dat deze in Den Haag hangt. Ik kijk even naar de zaal. Er zijn aardig wat mensen. Er zit vast een kunstkenner of kunstcriticus in de zaal. Vast iemand in de zaal die ons allemaal kan vertellen wat die kleine engeltjes in de lucht die u daarbovenin ziet, wat die representeren. Weet iemand het antwoord? Die mevrouw? Juist, correct. Dat zijn de overleden kinderen van deze familie, dames en heren. En u kunt ze tellen, deze familie heeft 15 kinderen gekregen. Daarvan zijn er op het moment dat dit schilderij geschilderd werd, dus 5 overleden. En dat was ook helemaal de tijdgeest. Families waren veel groter dan ze nu waren. Mensen kregen meer kinderen dan nu. Nou ja, anticonceptie is natuurlijk ook trouwens een product van de wetenschap. Maar het was maar goed ook dat die families groter waren, want je moest er gewoon op rekenen dat er een aantal van die kinderen gewoon overleden aan kinderziekten. En ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk vaccins. Dan heb ik het niet eens zozeer over het coronavaccin, maar de vaccins die we allemaal krijgen als we kinderen zijn. We hebben ook andere medische vooruitgang. En dat maakt dat de meeste families van ons gelukkig zo'n afschuwelijke tragedie niet hoeft mee te maken. En zeker geen 5 keer. Dit is een ander schilderij. Hier zie je, deze hebben 6 kinderen, waarvan er 3 zijn overleden. Merk op dat alleen de allerrijksten in die tijd zo'n schilderij konden laten maken. Maar ook zij werden dus niet gespaard door de realiteit van de dag. Nou, natuurlijk zijn er altijd mensen die het glas als half vol zien en andere mensen die het glas als half leeg zien. Je kunt natuurlijk mensen hebben die zeggen, ja, wetenschappers kunnen toch ook niet alles? Nee, dat klopt. We zijn wetenschappers, geen tovenaars. Wetenschap heeft toch ook de atoombom ontwikkeld? Ja, klopt. Dat was misschien niet zo handig. Maar het sentiment wat je toch soms vaak ziet is van, nou ja, hoeveel beter zijn we nou eigenlijk af dan vroeger? Nou, en dan zou ik zeggen, gaat u zich maar eens verdiepen in de statistieken. Uw levensverwachting is vele malen, is veel hoger dan die bijvoorbeeld 50 of 100 jaar geleden was. De verwachting van
hoeveelheid gezonde jaren is veel hoger. Uw gemiddelde welzijn is veel hoger. U kunt veel vaker op vakantie. Uw technologische mogelijkheden is gewoon hoger. De kans dat kinderen over de hele wereld naar school gaan, dat is gewoon groter. Enzovoort. En dat is voor een belangrijk deel ook een aandeel van, heeft de wetenschap daar ook een aandeel in gehad. Ondanks deze verdiensten van de wetenschap zien we ook dat er enorm veel wantrouwen is ten opzichte van de wetenschap. Zo was er eerder dit jaar het klimaatrapport uitgekomen, wat toch de rol van de mens in de opwarming van de aarde boven iedere twijfel ze zou moeten verheffen. Maar desalniettemin zijn er nog enorm veel mensen die denken dat het één groot complot is om onze rat voor ogen te draaien en dat het klimaat helemaal niet opwarmt. En natuurlijk vaccins, dat is inderdaad, Vincent reageerde er net al op. Enorm veel mensen die vaccins wantrouwen en ook allemaal complottheorieën daarover hebben dat er bijvoorbeeld nanochipjes in die vaccins zitten. Ik krijg heel vaak de vraag van, maar is het nou juist niet goed dat er kritische denkers zijn? En daar word ik toch altijd een beetje, daar heb ik toch altijd een klein beetje moeite mee en daar wil ik graag op ingaan. Sowieso vind ik dat je je best mag afvragen hoe een kritische denker je precies bent als je nu, na alles wat er de afgelopen anderhalf jaar gebeurd is, nog steeds denkt dat het coronavirus maar een soort griep is. Of dat het maar een verzinsel is. Hoe kritisch ben je dan echt? Vanwege mijn onderzoeksinteresse zit ik vaak op sites van complotdenkers. En wat we in elk geval zien is vrij weinig intellectuele bescheidenheid op die sites. Complotdenkers omschrijven zichzelf, die houden helemaal niet van de term complotdenker. We zijn geen complotdenkers, maar we zijn kritische vrijdenkers of we zijn compleetdenkers. Er straalt vaak uit die sites een enorm groot vertrouwen in het eigen gelijk. Straalt eruit. Ook vrij weinig vertrouwen in expertise, behalve expertise die hun punt ondersteunt. Vaak krijg je de aanbeveling, doe je eigen onderzoek. En dat moet dan in de regel plaatsvinden door bijvoorbeeld YouTube-linkjes aan te klikken en filmpjes te bekijken. En dit is een hele aardige. Op die site zie je dus ook heel vaak termen terug als schapen. Of internationale sites zie je een term als de sheeple. Dat is een verbastering van samenvoeging van sheep en the people. En dat slaat op iedereen die hun complottheorieën niet geloven. Dus complotdenkers zien zichzelf vaak als enorme kritische denkers. En dat roept volgens mij de vraag op, wat is kritisch denken eigenlijk? Waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over kritisch denken? Socrates was volgens mij een echte kritische denker. Volgens mij bestaat kritisch denken uit een aantal elementen. Ten eerste, het is altijd objectief en analytisch. Dus je kijkt naar de feiten en je kijkt ook naar alle feiten. Je gaat op zoek naar waarheid, dat staat centraal, niet naar bevestiging van het eigen gelijk. Er zijn verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken, maar bevestiging van het eigen gelijk zoeken is niet kritisch. Daarnaast is kritisch denken ook altijd constructief, per definitie. Waarom? De waarheid is constructief. We zoeken naar waarheid, de wereld is gebaat bij waarheid en dat is dus altijd constructief. En dat betekent ook dat we dus niet per definitie, als je kritische denker bent, met alles wat experts of politici zeggen, dus maar oneens ben. Het houdt in dat je een analyse maakt van wat er gezegd wordt en argumenten en tegenargumenten of feiten enzovoort analyseert. En op basis daarvan een conclusie trekt of je het wel of niet met een persoon eens bent. En tot slot, en dat vind ik een hele belangrijke, dit is een term uit de psychologie, dat heet belief updating. En dat betekent dat je bereid bent om je eigen ideeën aan te passen als een nieuw bewijs ontstaat. Dus het was februari 2020, ik dacht zelf toen, dat zal vast wel meevallen met het coronavirus. Maar toen kwamen in maart de berichten binnen over wat er gaande was in Noord-Italië. En toen heb ik dus aan belief updating gedaan. Dus je moet ook kritisch zijn op je eigen ideeën. Een echt kritische denken is ook zelfkritisch. En dat is dus ook, dat belief updating is volgens mij dus ook essentieel geweest voor de wetenschappelijke vooruitgang. Want de wetenschap doet constant aan belief updating. Constant gaan we in op inzichten en houden we die tegen het licht van nieuw bewijs en gaan dan in op de vraag van klopt dit nog wel? Dus denk aan de evolutietheorie van Darwin. Toen Darwin die theorie de eerste keer presenteerde, werd die eigenlijk een beetje weggehoond door collega wetenschappers. Inmiddels zijn we een tijdje verder en weten we dat die in grote lijnen natuurlijk gewoon gelijk had. Denk ook aan de rol van roken in longkanker en hart- en vaatziekten. Een hele lange tijd dachten wetenschappers dat dat helemaal niks met elkaar te maken had en dat roken helemaal geen kwaad kon. Dat was een beetje een traag, een stroperig
proces. Ook natuurlijk door de rol van de tabaksindustrie daarin. Maar uiteindelijk hebben we gewoon dankzij de nodige belief updating de conclusie getrokken dat roken wel degelijk kwaad kon. En tot begin jaren 70 kregen zwangere vrouwen van wetenschappers te horen dat alcohol helemaal geen kwaad kon als je zwanger was. En ook dat hebben we dus gelukkig herzien naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke bevindingen. Nou, wat illustreert dit nou? Illustreert dit nou het falen van de wetenschap? Illustreert dit nou dat wetenschappers uiteindelijk toch ook niet weten, want ze veranderen continu van inzicht? Nee, juist niet. Dit illustreert volgens mij de kracht van de wetenschap. De kracht van de wetenschap is dat wetenschappers hun inzichten aanpassen aan nieuw bewijs. En dat is hoe kennis ontstaat, hoe echte kennis ontstaat. Ik wil ook graag een onderscheid maken tussen kritisch denken en kritiek leveren. Dat is namelijk niet per se hetzelfde. Want kritiek leveren kan voortkomen uit kritisch denken. Hè? Dus je kan een analyse maken. Dus Hugo de Jonge zegt iets over het te voeren coronabeleid. En dan heb je voor- en tegenargumenten. En uiteindelijk concludeer je bijvoorbeeld dat je het niet met hem eens bent. Dat kan en dat mag. En dat kan dus voortkomen uit kritisch denken. Maar het kan ook voortkomen uit andere motieven. Zoals bijvoorbeeld het bij voorbaat terzijde schuiven van informatie omdat die je eigen overtuigingen tegenspreekt. Dus ja, je ideologie. Of ook gewoon uit emoties. Soms zijn we ook gewoon al bij voorbaat boos omdat we iemand niet vertrouwen. En ook een motivatie het eigen gelijk te bevestigen. Nou, hoe hangt complotdenken nu samen met kritisch denken? Nou, daar is aardig wat onderzoek naar gedaan. Eén lijn van onderzoek, daar hebben meerdere labs hebben dit onderzocht trouwens, heeft gekeken naar de rol van analytisch denken en hoe dat zich verhoudt tot het geloof in heel veel verschillende complottheorieën. En proefpersonen krijgen dan een soort kleine wiskundige raadseltjes. Hier zie je een voorbeeld ervan, a bat and a ball together cost $1.10. The bat costs $1 more than the ball, how much does the ball cost? Nou, en hier zie je dus dat proefpersonen gemiddeld genomen één van twee antwoorden kunnen geven. De eerste is het intuïtieve antwoord. Als mensen gewoon niet zo kritisch hierover nadenken, een beetje op hun gevoel afgaan, dan zeggen ze vaak $10. Maar als ze even iets verder kijken wat dan hun neus lang is, dan geven ze vaak het correcte antwoord en dat is $5. En wat blijkt nou uit onderzoek? Complotdenkers doen het gemiddeld genomen slechter op dit soort taakjes dan mensen die niet in complottheorieën geloven. Dus lagere scores op dit soort analytische denktaken hangen samen met sterker geloof in complottheorieën. Dus dat suggereert, spreekt tegen het idee dat complotdenkers zulke enorme kritische denkers zijn. Hier is een aardige, bullshit receptivity. U zult vast denken, sinds wanneer neemt een gedragswetenschapper het woord bullshit in de mond? Dat kan ik beantwoorden, sinds 2015. Want in 2015 heeft de Amerikaanse psycholoog Gordon Pennycook het construct bullshit receptivity in de sociale wetenschappen geïntroduceerd. Wat is dit? Dat is de mate waarin mensen een diepere betekenis zien in zinnen die inhoudelijk betekenisloos en onzinnig zijn. Dus hoe werkt dit? Dan worden de zinnen geconstrueerd door een random algoritme. Hè? Dus dat zijn gewoon buzzwords die door een random algoritme in een zin worden gezet. De zin is altijd grammaticaal correct, maar er staat dus helemaal niets eigenlijk. Het is wat het is, gewoon random bij elkaar geraakt woorden. Ik zal u twee voorbeelden geven. Eentje is good health imparts reality to subtle creativity. Nou, als u weet wat het betekent, mag u het zeggen, maar het betekent natuurlijk helemaal niets. Maar proefpersonen krijgen deze zin te lezen en krijgen dan de vraag, wat ziet u hier op een vijfpuntschaal? In welke mate ziet u hier een diepere waarheid in? In welke mate ziet u hier een diepere betekenis in? Een ander voorbeeld is deze, wholeness quiets infinite phenomena. Wederom, als u het weet mag u het zeggen. Maar het betekent dus echt helemaal niets, het zijn gewoon random woorden in een zin gegoten. Overigens, als u zich verveelt op een regenachtige zondagmiddag, er zijn ook bullshit generators op het internet. Dat is heel leuk. Ik had er laatst eentje, een spirituele bullshit generator. Dan kon je ook op basis van zo'n algoritme dus een enorm spiritueel klinkend verhaal, horoscopische voorspelling produceren. Op dezelfde manier, gewoon random woorden in zinnen gegoten. Het klinkt haast heel overtuigend. Wat is mijn punt? Mijn punt is dat sterker complotgeloof juist samenhangt met sterkere ontvankelijkheid voor deze bullshit. Dus naarmate mensen meer in complottheorieën geloven, naarmate ze ook meer betekenis zien, een diepere betekenis zien in zinnen die gewoon totaal onzinnig zijn.
En ook dat spreekt tegen het idee dat complotdenkers enorme kritische denkers zijn. Ik had net gezegd dat een belangrijke kern van kritisch denken is het zoeken naar waarheid en niet naar het bevestigen van het eigen gelijk. En eigenlijk zien we dus in onderzoek dat complotdenkers vaak juist het tegenovergestelde doen. Die zijn vaak juist enorm op zoek naar het eigen gelijk. Dus gedreven door, ja, door zekerheid, door wat Vincent noemde rechtsafslaan, door zeker weten hoe het zit, gaan mensen selectief op zoek op het internet naar het bevestigen van het eigen gelijk. Dus een selectieve zoektocht naar informatie, experts en websites die het eigen gelijk bevestigen. En het terzijde schuiven en of wantrouwen van informatie, experts en bewijs die suggereren dat belief updating nodig is. En op die manier kun je echt bijna ieder idee wel ondersteunen. Gaat u maar eens op Google zoeken naar Flat Earth en dan vindt u prachtig uitziende websites die ons er allemaal met een hele lijst van argumenten die ons er allemaal van moeten overtuigen dat de aarde eigenlijk plat is. En motivated reasoning kan in de dagelijkse praktijk heel veel kwaad. Zo is het ook de kern van tunnelvisie in onderzoek naar misdrijven. Dus een detective of een rechercheur die er heilig van overtuigd is dat dat de dader moet zijn en dan selectief het bewijs erbij gaat zoeken om die persoon veroordeeld te krijgen en blind is voor alle bewijs die suggereert dat die persoon misschien wel onschuldig zou kunnen zijn. Dit is een vraag die ik ook heel veel krijg. Maar echte complotten dan? Er zijn toch ook echte complotten? En hebben we dan niet enorm veel baat bij mensen die in complottheorieën geloven om die echte complotten te ontmaskeren? Zoals Watergate. En hey, natuurlijk komen echte complotten voor. We hebben er trouwens ook een naam voor. Het heet corruptie. Watergate is één voorbeeld. De Iran-Contra-affaire. Natuurlijk in Nederland hadden we de bouwfraude. Laten we wel wezen. In welke mate draagt complotdenken bij aan het ontmaskeren van dit soort corruptie, echte complotten? Denk aan Woodward en Bernstein, de twee onderzoeksjournalisten die die Watergate aan het licht hebben gebracht. Waren dat enorme complotdenkers? Nou, eigenlijk, ik denk dus eigenlijk niet dat dat een goed idee is. Ik denk niet dat excessief complotdenken en motivated reasoning de beste manier is om echte corruptie te ontmaskeren. Want tunnelvisie, dat heb ik net al beargumenteerd, verhoogt juist het risico op gerechtelijke dwalingen. Het verhoogt juist het risico dat je corruptie gaat zien op plekken waar het misschien helemaal niet is. En ik denk ook bij echte het ontmaskeren van echte complotten dat je het meeste hebt aan kritisch denken, voorzien van de nodige intellectuele bescheidenheid, voorzien van de mogelijkheid dat het complot wat je denkt te zien misschien wel gewoon niet klopt. En ik denk dat het ook het is de beste manier om waarheid aan het licht te brengen en dus ook echte complotten. Conclusies. Onzekerheid en intellectuele bescheidenheid zijn volgens mij een kracht van de wetenschap en niet een zwakte. En juist deze eigenschappen hebben de successen van de wetenschap mogelijk gemaakt. En als u nu klaar staat om het internet op te gaan met uw smartphone en een tweet te plaatsen van ja, die Van Prooijen weer met zijn lofzang op de wetenschap, dan wil ik graag voordat u dat doet, dat u eerst even nadenkt over het feit dat u zowel die smartphone als dat internet waar u uw tweet op wilt plaatsen, direct aan de wetenschap te danken heeft. En daarnaast hoop ik u ook ervan overtuigd te hebben dat excessief complotdenken is meestal geen vorm van kritisch denken. In veel gevallen reflecteert het juist goedgelovigheid. Het is juist geassocieerd met het zien van een diepere betekenis in totale bullshit. Ik mag de term bezigen, want het is een gepubliceerde term. En een onderdeel daarvan is volgens mij een groot vertrouwen in het eigen gelijk en een zoektocht naar bevestiging daarvan. En dat voorkomt belief updating. Dat voorkomt dat proces van het eigen vallen en opstaan. Het verbeteren van je fouten. Het inzien dat je eerste ideeën misschien gewoon niet kloppen of deels niet kloppen en ze aanpassen aan het nieuwe bewijs. Dat is het einde van mijn praatje. Dank u wel voor uw aandacht.